hele goede morgen. Assalamu alaikum, lieve mensen, live vanuit Groningen. Hey, we gaan weer van start. Ik zet dit keer de koers richting Drenthe. Ik ga eerst even langs Assen. Ik ga daar hopen, inshallah, ga ik daar Juma doen. Vorige week heb ik hem wel gemist vanwege de file op de afsluitdijk. Maar hopelijk dit keer wel. Het is 2 uur fietsen. Het is 9:30 nog. Dus het moet wel te redden zijn. En ik heb een leuke 2 dagen gehad hier. Gisteren rustdag in Groningen. Er was een vogel die mijn kleren heeft gewassen. Subhanallah, echt heel lief. Echt heel mooi. En getrokken op Fabiano. Ook hartstikke lief. En echt een hele een bijzondere reis. Het is echt een hele mooie, bijzondere reis. Hoe iedereen een bijdrage levert of wilt leveren. Dus het is echt heel mooi. En ik neem jullie gezellig mee. En we gaan lekker weer van start. We gaan richting Drenthe. Het is vandaag markt hier in Groningen. Tussen de kramen weer fietsen. Ik ben nu net de grens over, Drenthe. En ik ben nu onderweg naar Assen. Ga ik nu eerst naar de moskee, inshallah. Dus ik heb nog genoeg tijd. Het is nog geen 12 uur. En ik heb nog een half uurtje. We zijn gearriveerd in Assen, waar ik lekker naar de moskee ga. Huppakee! We zijn in Drenthe nu. Dus nu even lekker naar de moskee, even lekker opfrissen en dan lekker de vrijdagpreek bijwonen. Assalamu alaikum, beste mensen. Ik ben gearriveerd in de moskee van Assen. De Turkse moskee. We zijn echt heel goed verwelkomd eigenlijk. Gelijk naar binnen, fiets veilig gesteld, wassing verricht, gelijk alles laten zien. Turkse koffie aangeboden, echt heel mooi om te zien. Dus nu gaan we gelijk naar Khutba, gaan we weer naar binnen, inshallah. En dan gaan we hierna weer verder meer naar het zuiden van Drenthe, inshallah. Moskee in Assen. We hebben net Khutba gehad. En, het is een Turkse moskee en ze hebben mij hier echt heel goed ontvangen, alhamdulillah. En we gaan nu wat eten en dan ga ik gewoon verder naar meer naar het zuiden, inshallah. Meer naar het zuiden van Drenthe. Het is een kleine moskee. Maar alhamdulillah. Zeer en zeer gastvrij zijn deze mensen. En daar gaan we weer. We gaan richting het zuiden van Drenthe. We gaan naar Roomgat. Dat is een paar kilometer van Meppel. En dan gaan we morgen, inshallah, naar Giethoorn. Gaan we lekker een bootje huren. Gaan we even lekker een bootje varen. En ik heb mijn regenpak maar aangedaan. Want het regent. Door regen en wind. Maar gelukkig is het niet koud. Maar wel regen en wind. Maar we gaan gewoon door. We stoppen niet.
rijden net een dorp binnen. Een rustig dorpje. Alles is dicht. Tot daar nog vroeg is. Ik ben er bijna. Maar toevallig woont mijn nicht in de buurt in Meppel. Dus ga eerst even haar een hapje eten in Chalda. Dan ga ik naar Rogat. Dan ga ik daar een check in Chalda. Drenthe is echt heel veel groen. Natuur. Echt heel mooi om er doorheen te fietsen. Hoppa! Hey Matthijs! Sachkom! Sacha! Hey lieve mensen, een hele goede avond. We zijn veilig aangekomen bij dit hotel. De raket, we gaan als een raket! Ik kom net van mijn nicht, inshallah, van Meppel. Dus we hebben even een lekkere hapje gegeten daar met haar man en haar kinderen. Leuke donatie ook gehad, alhamdulillah, echt heel mooi. En hier overnacht ik voor één nachtje en dan ga ik morgen weer verder. We gaan richting Giethoorn dus. Ik ga eerst naar Giethoorn. Dus ongeveer een uurtje fiets van hier vandaan. Ik ben nu in Rogat. Een paar kilometer buiten Meppel. En dan gaan we even een lekkere bootje varen morgen. En dan van daaruit ga ik even kijken waar ik iets kan overnachten. Ik denk zelf in de buurt van Zwolle, inshallah. Dus morgen is Overijssel aan de beurt. Raket! We gaan als raket!